Dag heren, jullie zitten hier langs het water bij de Leidseweg. En in één keer zagen jullie hier wat tegenover het water gebeuren. Vertel eens, wat zagen jullie? Nou, ik kwam net uit werk en ik ging een sigaretje roken. En ik ging op een bankje zitten. Toen keek ik naar de overkant. En toen zag ik een arrestatieteam, een gekleurde man, naar buiten voeren met blinddoek en handboeien om. En hij werd ook bij zijn benen werd hij meegenomen. Een hoop agenten. Ze kwamen van alle kanten. Sommigen hadden burgerkleding aan. En die bleven ook een beetje nog rondlopen zo, ook nadat de gozer was meegenomen. En die reden een beetje heen en weer in auto's. Ik weet niet precies wat ze aan het doen waren. Maar ook echt wel echt gewoon een arrestatieteam. Maskers op en zo. En alle spullen bij ze. Dus best heftig eigenlijk wat jullie zagen. Mijn mening is dat het op zich wel goed vermaak is. Want ja, het is wel gewoon iets spanning en sensatie, het is leuk. Maar ze komen niet voor niks met zulke gepanzerde gozers aan en zo. Dus ja, het maakt wel in. Want jullie zitten hier wel vaker lekker op het bankje? Nou, eigenlijk niet. We komen net uit werk. Ja, maar andere dagen? Nee, normaal zitten we hier. Puur toeval. Puur toeval.